We hebben gezien aan de hand van de cijfers dat in de afgelopen 10 jaren de volgende inkomsten zijn verkregen. Meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar is ontvangen afgelopen 10 jaar. Nogmaals, meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar is ontvangen afgelopen 10 jaar. En met uw samenleving vragen we ons ook wat men hiermee heeft gedaan. Welke projecten heeft men geïnitieerd? Want de meeste infrastructurele projecten die uitgevoerd zijn, zijn met name gefinancierd met leningen van China. Niet met de inkomsten die ik net genoemd heb. Hieromtrent is er nog verder onderzoek dat gaande is. We vragen nogmaals, net als de bevolking, hoe deze inkomsten zijn besteed. Tweede, bijna alles dat het rijkdom is van het Surinaams volk is verpand of weggegeven zonder dat het voordelen heeft voor de bevolking. Royaltybetalingen van goudmaatschappijen van ongeveer 65 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis wordt gebruikt om schulden af te lossen of zijn als onderpand gegeven. Dus geen inkomsten hier voor de staat. De vorige regering heeft keer op keer schulden gemaakt. Uitgaven die uit de normale begroting afgelost moesten worden, zijn betaald met leningen en nieuwe leningen en nieuwe leningen. De administratie van vele leningen laat enorm te wensen over. In vele gevallen, mijn mensen, is niet te achterhalen wat en waar de administratie is en wat met de financiële middelen is gebeurd. Zo is er ook geen administratie nog gevonden van het COVID-19-fonds. De minister is nog bezig te zoeken. Maar ja, waar moet hij zoeken? Hij heeft de staf daar. Hij heeft personeel gevraagd waar het is. En niemand kan de administratie tot nog toe in feite presenteren. Dus zeggen wij als voorlopig conclusie, zolang we dat niet vinden, dat drie uitgaven van 300 miljoen SRD niet is veranderd. Wat we wel hebben gevonden, is een achterstand van maanden van betalingen van AOV en AKB toelagen. De ex-minister Hoefdraad heeft in een brief gedateerd 10 juli, let u goed op de datum, 10 juli aan de SPSB, Surinaamse Postsparbank, de opdracht gegeven om een bedrag van 272,9 miljoen US dollar over te maken naar een rekening van een woningbouwfonds. Zodat dit bedrag niet ter beschikking zou zijn van de nieuwe regering. Maar je moet goed nagaan wie directie is van SPSB en wie directie is van bouwfonds. Ja. Hierdoor dacht men dat de nieuwe regering de salarissen over juli niet zou kunnen betalen. Overigens heeft de Surinaamse Postsparbank de brief ontvangen op de dag van de inauguratie van de president. En dan nog heeft de directeur gemeente tegen alle ethische normen in het bedrag over te maken. Tegen de SPSB, de Postsparbank-directeur, worden nu passende maatregelen voorbereid. Het Surinaamse volk is nu opgescheept met, mijn mensen, hoor u atieren. Volk van Suriname, hoor u atie. Het Surinaamse volk is nu opgescheept met 1,9 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse leningen. Totaal aantal buitenlandse leningen tot nog toe vastgesteld. Er kan nog meer komen. 123 leningen. Dus, mijn mensen, in totaal bedragen de
de binnenlandse en buitenlandse schulden ruim 2,9, je kan zeggen 3 miljard Amerikaanse dollar. En dat is berekend per Surinamer, per burger, ongeacht jouw leeftijd, ook die baby. Ongeveer 5000 US dollar per Surinamer. En per huishouden is dat een schuld van 24.000 Amerikaanse dollar. Dat heeft de regering voor ons, uw volk van Suriname, achtergelaten. Moet ook beter. De achterstanden in betaling van rente en aflossingen van buitenlandse leningen is 43 miljoen Amerikaanse dollar dit jaar alleen. Hiernaast, dus apart, hebben we vanaf 2016 een groot deel van de ressources voor verschafte diensten en goederen van het Surinaams bedrijfsleven ook niet betaald. En het gaat om een bedrag van ruim 253 miljoen Surinaamse dollar. Twee commerciële leningen in het buitenland. Twee zware commerciële leningen in het buitenland. Aangegaan. Oppenheimer 1. Van 550 miljoen Amerikaanse dollar. Oppenheimer 2. Van 125 miljoen Amerikaanse dollar. Dames en heren, dat betekent dat op jaarlijks, jaarbasis bijkans 67 miljoen Amerikaanse dollar betaald moet worden alleen aan deze twee leningen. De president heeft de twee Oppenheimer leningen genoemd en de president heeft slechts het bedrag van de rente genoemd die wij moeten betalen. Maar daarnaast moeten wij ook nog aflossen, Oppenheimer 2. En dat is ongeveer 40 miljoen. Dus als je die twee alleen bij elkaar telt, dan praat je al over 107 miljoen USD.